Dit is Business Club Radio. Voor ICT Valley en Food Valley. Voor ondernemers en bestuurders. En vanavond met Ruud van Doorn, de directeur van de HEMA uit Wageningen. Goedenavond, dames en heren. Weer een uitzending van Business Club Radio, waarin wij een ondernemer of een bestuurder ontvangen uit de regio Food Valley. En vanavond hebben wij hier de ondernemer van het jaar uit de categorie MKB en grootzakelijk van 2018 uit Wageningen. Ruud, welkom. Ja, dankjewel Jan. Fijn dat ik hier mag zijn. Ja, ik vind het ook leuk. Ik vind het ook heel interessant om eens te horen het verhaal van hoe het met het warenhuis gaat. En hoe jij dat hebt gedaan en hoe dat je het doet. Maar laten we beginnen bij het begin. Kun je eens vertellen over jezelf? Waar kom je vandaan en wat heb je allemaal gedaan hiervoor? Ja, Jan, ik zal ik proberen te vertellen allemaal. Mm-hmm. We hebben afgesproken dat ik het bedrijfsnaam niet te veel mag noemen. Dus we gaan het over het warenhuis hebben. Mediawet, ja. De mediawet. Dus het zal niet makkelijk zijn voor mij, maar we gaan het gewoon proberen. Ja, ik ben geboren in Maarsen bij Utrecht. En toen ik 4 was, zijn mijn ouders in Ede komen wonen. 4, oké. Okay. Ja, en mijn vader was een van de eerste supermarktondernemers in Ede. Super van Doorn, op de Lindenhorst in Ede. En toen, 50 jaar geleden, was er nog niet zoveel in Veldhuizen. Mm-hmm. In een ondernemersgezin. En veel later tijd heeft hij de HEMA in Wageningen overgenomen van de familie Bos. En ja, zoals het gaat in een familiebedrijf als kind, dan help je thuis. Dus ik was 16. Toen hielp ik al in de zaak. Toen stond ik bij de vleeswaren, moest ik vleeswaren snijden. Je had nooit een probleem met vakantiewerk dus? Nee, dat was wel goed geregeld. Was wel goed geregeld. Ja. Maar je kreeg er ook voor betaald? Nou, ik heb ook veel vakantiewerk bij anderen gedaan, want dan kreeg ik beter betaald. Ja, dat dacht ik al. Ja. Dus dat gaat heel geleidelijk. Gaat heel geleidelijk. Maar jouw hele opgroeiperiode is dus Ede? Ik ben opgegroeid in Ede, ja. En ik heb ook lang in Lunteren gewoond, want mijn ouders zijn later naar Lunteren verhuisd. En sinds ik samenwoon, getrouwd ben, woon ik in Bennekom, dus ook nog steeds gemeente Ede. Kijk, daar woon je nu? Daar woon ik nu, ja. En wanneer is de stap naar het warenhuis in Wageningen gegaan? Ja, ik heb MDS gedaan, middelbare detailhandelsschool. Dus toen, daarna ben ik aan de slag gegaan in het warenhuis. Je bent dus van jongs af aan eigenlijk van school af daar in de organisatie terechtgekomen. Ik ben daar vrij jong terechtgekomen, maar bij dat bedrijf is het de gewoonte dat je stage loopt bij collega-ondernemers. Dus ik heb door het hele land een beetje heen gezeten om ervaring op te doen. Een magazijn, winkel, restaurant, noem maar op. Geweldig. Nou, we gaan er zo meteen meer over horen. Maar eerst krijgen we een heel apart nummer. Hier komt David Allen Coe met You Never Even Called Me By My Name.